Ja, ik vind het heel mooi. Na een jaar zijn we weer samen. Dus in ieder geval verwacht ik de dynamiek van een live bijeenkomst weer terug te vinden. En ik verwacht een ontmoeting van heel verschillende mensen uit heel verschillende werelden. Omdat er niet alleen leden van de orde zijn, maar ook leden zijn van het Young Consultancy Network, van de bureaus, van de goede doelensector. Dus we gaan een mix krijgen van mensen die elkaar niet kennen, maar zich wel vandaag gaan verbinden op één vraagstuk. Wat is impact eigenlijk? Dus daar verheug ik me ook op. Het doel is dat we invulling willen geven aan een behoefte die we hebben geproefd bij leden toen we vorig jaar de Innovation Journey deden. En we leerden dat leden graag ook iets meer willen doen dan alleen maar voor hun eigen vak, maar ook voor de samenleving. Dus we zijn dit gaan doen omdat we als orde ook in de maatschappij willen staan en iets voor de samenleving willen doen vanuit het vak. Het doel is dat we daar handen en voeten aan geven, want dat is een nieuw idee dat nog gestalte moet krijgen. En als eerste stap zijn we dan maar eens aan het verkennen hoe je dat kunt doen, ook in relatie tot de goede doelensector. Dus we werken vandaag samen met organisaties uit de goede doelensector. Dus ook daar zien we weer dat we werelden met elkaar willen verbinden.